Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door HelloFresh. Ze doet vaak nu wel dingetjes voor Boulevard. En, nou, maar dan geef ik wel veel weg. Ze heeft meegedaan met de expeditie Rondom. In Cook It Forward zet ik eigenlijk iemand op de allermooiste manier in het zonnetje. Namelijk via een lekkere maaltijd. Gisteren had ik Dennis Wening en hij gaf zijn stokje door aan een echte expeditie Robinson Ninja. Ha! Marieke, wat gezellig dat je er bent. Vind ik ook. In mijn bloedeigenste keuken. Ik vind het fijn dat ik er mag zijn. Jij gaat je ontfermen over de regenbogenwortels. Die mag je lekker schillen. Oké. En daarna in plakjes snijden. Oké. We gaan een gebakken kabeljauwfilet maken met een knoflookbotersaus en daarbij een heerlijke parelcouscoussalade. Waar ik gewoon niet met mijn hoofd bij kan. Ik weet nu al. Ja, nou, maar dan heb ik ook een van de eerste keren gezegd dat ik je tegenkom. Hoe kan jij nou nog steeds vrijgezel zijn? Ik weet het niet. Ik ben gewoon niet tegelijk verliefd geweest op een jongen of een man die dat dan tegelijk ook was op mij. Oh, nee. Dus het is gewoon nog niet, zo is het gewoon nog niet gegaan. Nee. Ik ga te langzaam mee. Ja, nee, helemaal niet. Ik dacht ik help je gewoon even. Ik heb het velletje eraan laten zitten. Ja? Want ik hou ervan dat hij lekker crispy wordt. Dus... Oh, dat is lekker dat geluid, hè? Hoor je dat? Ja, heel goed. Ik kan hem ook tegenkomen nu als ik hier bij jou de deur uitloop. Nee. Het is een beetje oud vandaag. Jouw vent is leuk, maar dat is natuurlijk, zo werkt het natuurlijk niet. Nee, Marieke, zo werkt het niet. Ook het gezicht met je. Nee. We zijn eigenlijk klaar om aan tafel te gaan. Echt? Ja. Bourgondisch of fit girl? Bourgondisch. Echt? Ja. Maar je traint ook heel veel. Ja, maar ik mag heel graag eten en drinken. Oké. Hoge hakken of joggingbroek? Hoge hakken. Wow, te snel gekozen. Ja, radio of tv? TV. Een drukke verjaardag of een onbewoond eiland? Toch drukke verjaardag. Al vind ik het wel steeds moeilijker. Ik hou heel erg van sociale drukte. Maar nu denk ik wel eens op een verjaardag, het is veel en het is druk. En ik wil gewoon dat het iets rustiger is. Je wordt oud. Ja. Als laatste, waar kan ik jou nou 's nachts voor wakker maken? Hopjesvla. Hopjesvla? Het eerste wat in me opkomt. Nou, en dat is altijd waar, toch? Ja. Terwijl ik krijg onwijs buikpijn van. Maar ik vind het heel lekker. Aan wie ga jij het stokje doorgeven? Het is een ze. Ze is vooral online heel groot en bekend. Staat bekend om haar Amsterdamse tongval, haar humor. En het zou kunnen dat je naar de wc moet als je haar naam hoort. Kan. Cryptisch. Nou, echt mega cryptisch. Mm-hmm. Jij bent ook vast heel goed in hint. Misschien. Nou, ik heb geen idee, maar weet jij het nou wel? Laat het dan hieronder in de comments even weten. En vanavond zijn we er gewoon weer om 6 uur met Cook It Forward. Mag ik weer iets eten? Ja, lekker. Ja.